Ik ben boos omdat er niks verandert, omdat mensen het klimaat lijken te negeren. De mensen pikken het niet meer. We laten ons horen, we komen op straat. Er is actie nodig nu. De bosbranden, de hittegolven, overstromingen in Wallonië. We hebben deze zomer gezien hoe de klimaatcrisis echt onze huiskamers is binnengestormd met dodelijke slachtoffers tot gevolg. En tegelijkertijd hebben we een politiek die erbij staat met de handen in het haar als ramptoeristen. Het is niet zo dat er al echte stappen zijn gemaakt tegen klimaatveranderingen. En België is een van de slechte leerlingen in de klas. De klimaatkwestie is zo fundamenteel dat het een mensenrechtenkwestie is geworden. Het gaat over het recht op leven, het gaat over het recht op wonen, het gaat over het recht op gezondheid. De 1% rijkste mensen van deze planeet, die zorgen voor 100 keer meer broeikasgassenuitstoot dan de arme helft van de hele wereldbevolking. Terwijl de energiefacturen gigantisch hoog staan, is de hernieuwbare energie nog nooit zo goedkoop geweest en we betalen de grootste vervuilers het allerminst. Dus wij zeggen, wie weinig heeft, moet geholpen worden en wie veel heeft, moet een pak meer bijdragen. Als je ziet met hoeveel mensen dat we hier allemaal samen zijn, samen kunnen we echt gewoon het verschil gaan maken voor het klimaat. Het is echt een gevoel van samenhorigheid. Het gevoel dat er van onderuit een keuze kan gemaakt worden, het is nu aan de politiek om te volgen. We'll be right back.